Hoofdstuk 64, deel 1 van De Kermis der IJdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diët Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 64, deel 1. Een zwervershoofdstuk. Wij moeten over een gedeelte van mevrouw Rebecca Crawley's biografie heen gaan met de vluchtigheid en tact welke de wereld vereist, de morele wereld, welke misschien geen bijzonder bezwaar maakt tegen zonde, maar die een onoverkomelijke afschuw heeft om de ondeugd bij haar ware naam te horen noemen. Er zijn dingen op de kermis der ijdelheid die wij doen en wier bestaan wij ook zeer goed weten, ofschoon wij er nooit van spreken. Evenals de Arimanianen de duivel aanbidden, maar hem niet noemen. En een beschaafd publiek kan het net zo min verdragen een authentieke beschrijving van ondeugd te horen als een werkelijk beschaafde Engelse of Amerikaanse het woord breeches in haar kuise tegenwoordigheid wil horen uitspreken. En toch, mevrouw, zien wij ze dagelijks met onze eigen ogen in deze wereld, zonder dat ze ons kwetsen. Als gij moest blozen, iedere maal dat gij ze tegenkwaamt, welk een gelaatstint zoudt gij dan hebben? Alleen maar als hun verfoeilijke namen uitgesproken worden, heeft onze zedigheid gelegenheid, ontsteltenis of een gevoel van afschuw aan de dag te leggen. En het is de wens van de schrijver dezes om door het gehele verhaal zich eerbiedig te onderwerpen aan de nu heersende gewoonten en alleen maar op een luchtige, ongedwongen en aangename wijze op slechtheid te zinspelen, zodat niemands gevoelens gekwetst worden. Ik tart iedereen te beweren dat onze Becky, die zeker enige ondeugden bezit, zich niet van een hoogst beschaafde en onschuldige kant heeft laten zien. Heeft de auteur, toen hij deze zingende, glimlachende en vleiende sirene beschreef, ook maar eens, vraagt hij zijn lezers, de wetten van beschaving veronachtzaamd, of de afzichtelijke staart van het monster boven water getoond? Nee, zij die willen, kunnen in de golven gluren, welke vrij doorzichtig zijn, en hem zien wringen en kronkelen, duivels afzichtelijk en slijmerig, terwijl hij te midden van beenderen heen en weer slaat en zich om lijken kronkelt. Maar ik vraag u, is boven de waterspiegel niet alles welvoegelijk, aangenaam en fatsoenlijk geweest? En heeft zelfs de meest overdreven morele mens op de kermis der ijdelheid het recht zijn afkeuring te kennen te geven? Wanneer de sirene echter verdwijnt en duikt beneden tussen de lijken, wordt het water boven haar natuurlijk troebel. En dan is het verloren moeite er ook nog zo nieuwsgierig in te kijken. Zij zien er vrij aardig uit, op een rots gezeten, als zij op haar harp tokkelen, haar lokken kammen, zingen en u wenken om te komen en de spiegel op te houden. Maar als zij in het element verdwijnen waar zij geboren werden,
dan kunt u er zeker van wezen dat deze meerminnen niet veel goeds uitrichten, en wij doen maar beter deze duivelse zeekannibalen niet gade te slaan. Als zij fuiven en smullen van hun betreurenswaardige, gepekelde slachtoffers. En evenzo voert Becky ongetwijfeld niet veel goeds uit, als zij niet zichtbaar is. En hoe minder er over haar doen en laten gezegd wordt, hoe beter. Als wij een volledig verslag zouden geven van al haar handelingen gedurende de weinige jaren welke volgden op de Curzon Street catastrofe, dan zouden de mensen wel enigszins gelijk hebben als zij beweerden dat dit boek onwelvoeglijk was. De handelingen van zeer ijdele, harteloze, op vermaak beluste mensen zijn heel dikwijls onbetamelijk, zoals er vele onder u zijn. Mijn waarde vriend met het ernstige gelaat en de onbezoedelde reputatie, maar dat is slechts tussen haakjes. En wat zijn die van een vrouw zonder geloof of liefde of karakter? En ik geloof wel dat er een tijd in mevrouw Becky's leven was dat zij niet aan wroeging, maar aan een soort wanhoop ter prooi was. Een tijd dat zij zich geheel verwaarloosde en zelfs niet om haar goede naam gaf. Deze abattement en degradatie geschieden niet plotseling. Zij werden langzamerhand teweeggebracht. Na haar ramp en na een harde strijd om haar hoofd boven water te houden, evenals een man die overboord valt, zich aan een rondhout vastklampt, zolang er nog hoop is, en het loslaat en zinkt wanneer hij tot de ontdekking komt dat de strijd te vergeefs is. Zij bleef in de buurt van Londen, terwijl haar echtgenoot toebereidselen maakte voor zijn vertrek naar zijn gouvernementsbetrekking, en het is waarschijnlijk dat zij meer dan één poging aanwendde om haar zwager, Sir Pitt Crawley, te zien en een beroep op zijn sympathie te doen, welke zij bijna geheel voor zich gewonnen had. Eens toen Sir Pitt en de heer Wenham naar het lagerhuis wandelden, ontwaarde de laatste mevrouw Rawdon met een zwarte sluier in de nabijheid van het parlementsgebouw op de loer staande. Zij sloop weg als een dief toen haar ogen die van de heer Wenham ontmoetten, en zij slaagde ook inderdaad nooit in plannen welke zij tegen de baronet beraamde. Waarschijnlijk kwam Lady Jane tussen beide. Ik heb horen zeggen dat zij haar echtgenoot verbaasde door de geestkracht welke zij in deze twist aan de dag legde en haar vastberadenheid om mevrouw Becky te verstoten. Uit eigen beweging nodigde zij Rawdon uit in Gaunt Street te logeren tot zijn vertrek naar Coventry Island, wel wetende dat met hem als beschermer mevrouw Becky niet zou proberen binnen te dringen, en zij bekeek nieuwsgierig de adressen van alle brieven die voor Sir Pitt kwamen, uit vrees dat hij en zijn schoonzuster correspondeerden. Ik wil niet zeggen dat Becky niet geschreven kon hebben als zij dat gewild had, maar zij probeerde niet Pitt in zijn eigen huis op te zoeken of daarheen aan hem te schrijven, en na één of twee pogingen berustte zij in zijn eis dat de correspondentie betreffende haar echtelijke oneenigheid alleen
door haar advocaten gevoerd zou worden. Het is een feit dat Pitt's gemoed tegen haar vergiftigd was. Korte tijd na Lord Steyne's ongeluk was Wenham bij de baronet geweest en had hem een biografie van mevrouw Becky gegeven, welke de afgevaardigde voor Queen's Crawley ten zeerste verbaasde. Wenham wist alles betreffende haar, wie haar vader was, in welk jaar haar moeder in de opera danste, haar gedrag in haar jeugd, gedurende haar huwelijk. Daar ik er echter niet aan twijfel dat het grootste deel van het verhaal kwaadsprekerij was van lieden die erbij geïnteresseerd waren, zal ik het hier niet herhalen. Maar het gevolg was dat Becky zeer, zeer sterk in de achting gedaald was van een landedelman en bloedverwant die eens nogal op haar gesteld was geweest. De inkomsten van de gouverneur van Coventry Island zijn niet groot. Een gedeelte werd gereserveerd om zekere uitstaande schulden en passiva af te betalen. De kosten welke zijn hoge positie meebrachten waren aanzienlijk. Ten slotte kwam men tot de ontdekking dat hij niet meer voor zijn vrouw kon missen dan 300 pond 's jaars, welke hij haar wilde uitbetalen op voorwaarde dat zij hem nooit meer lastig zou vallen. Anders zouden schandaal, echtscheiding en rechtbank volgen. Maar het was in het belang van de heer Wenham, van Lord Steyne, van Rawdon, van iedereen haar het land uit te krijgen en deze alleronaangenaamste geschiedenis in de doofpot te stoppen. Zij had het waarschijnlijk zo druk deze zaken met de advocaten van haar echtgenoot in orde te brengen, dat zij vergat enige regeling te treffen omtrent haar zoon, de kleine Rawdon, en zij dacht er zelfs niet eenmaal aan hem op te zoeken. Deze jonge heer werd geheel aan de voogdij van zijn tante en oom toevertrouwd, voor welke eerste het kind altijd veel genegenheid had gekoesterd. Zijn mama schreef hem een keurig briefje uit Boulogne, toen zij Engeland verlaten had, waarin zij hem aanmaande goed te leren en hem mededeelde dat zij een reis door Europa ging maken en dat zij het genoegen zou hebben hem weer te schrijven. Maar dat deed zij niet voor een jaar later, en weliswaar niet voor Sir Pitt's enige zoon, altijd een ziekelijk kind, aan de kinkhoest en de mazelen overleed. Toen schreef Rawdon's mama de allerhartelijkste regelen aan haar schat van een zoontje, die erfgenaam van Queen's Crawley werd door deze ongelukkige gebeurtenis, en de verhouding werd nog inniger tussen hem en de vriendelijke vrouw die hem reeds in haar hart als kind had aangenomen, toen Rawdon Crawley, een slanke, knappe jongen, die brief ontving, bloosde hij. O, tante Jane, u is mijn moeder, zeide hij. En zij niet. Maar hij schreef een vriendelijk, beleefd briefje terug aan mevrouw Rebecca, die toen in een pension te Florence woonde. Maar wij lopen op het verhaal vooruit. De eerste vlucht van onze liefste Becky was niet ver. Zij zette zich neder op de Franse kust te Boulogne, dat toevluchtsoord van zoveel verbannen Engelse onschuld. Daar leefde zij vrij chic en eenzaam met een femme de chambre in enkele hotelkamers. Zij dineerde aan de table d'hôtel, waar men haar zeer innemend vond,
en waar zij haar tafelburen vergastte op verhalen van haar broer sir pitt en haar voorname londensche kennissen. Dat sentimenteele gewauwel dat zooveel invloed uitoefent op zekere bekrompen lieden. Bij vele van hen ging zij door voor een persoontje van aanzien. Zij gaf theepartijtjes in haar appartementen en nam deel aan de onschuldige vermaken van het plaatsje, aan het baden in zee en aan ritjes in open rijtuigen, aan strandwandelingen en schouwburgbezoek. Mevrouw Burjoyce, de drukkersvrouw die met haar gezin de zomer in het hotel doorbracht en bij wie Burjoyce zich zaterdags en zondags voegde, verklaarde dat zij betoverend was, totdat die schelm van een Burjoyce te galant tegen haar werd. Maar er is niets verder te verhalen, alleen dat Becky altijd minzaam, ongekunsteld en goedhartig was, vooral tegenover heren. Drommen mensen gingen als gewoonlijk naar het buitenland tegen het eind van het seizoen, en Becky had gelegenheid in overvloed om uit de houding van haar voorname Londense kennissen de mening van de wereld betreffende haar gedrag op te maken. Op zekere dag bevond zich Becky plotseling tegenover Lady Partlet en haar dochters, toen zij ingetogen op de pier van Boulogne wandelde. De steile rotsen van Albion schitterden in de verte aan de overkant van het donkerblauwe water. Lady Partlet verzamelde met één zwaai van haar parasol al haar dochters om zich heen en verliet de pier, terwijl zij de arme kleine Becky, die daar geheel alleen stond, woedende blikken toewierp. Een andermaal kwam de pakketboot binnen. Er had een flinke bries gestaan en haar zin voor humor genoot ervan de grappige, naargeestige gezichten der mensen te zien als zij de boot verlieten. Lady Slingstone was ditmaal aan boord. My Lady was zeer ziek geweest in haar rijtuig en was erg uitgeput en nauwelijks in staat over de plank van het schip naar de pier te lopen. Maar zij verzamelde al haar krachten toen zij Becky zag, die schelms glimlachte onder een roze hoed. En nadat zij haar een minachtende blik had toegeworpen, welke de meeste vrouwen vernietigd zou hebben, liep zij geheel zonder steun naar de douane. Becky lachte slechts, maar ik geloof niet dat zij het prettig vond. Zij voelde dat zij alleen stond, helemaal alleen, en de schitterende rotsen van Engeland in de verte waren ontoegankelijk voor haar. De houding der heren had ook een verandering ondergaan, welke moeilijk uit te drukken is. Grinstone liet zijn tanden zien en lachte haar met een gemeenzaamheid toe, welke alles behalve aangenaam was. De kleine Bob Suckling, die 3 maanden geleden haar onderdanige dienaar was en een mijl in de regen liep om haar rijtuig in de file van Gaunt House op te zoeken, sprak op zekere dag op de pier tegen Titsoof van de lijfwacht, Lord Hehosoon, toen Becky daar haar wandeling deed. De kleine Bobby knikte haar over zijn schouder toe, zonder zijn hoed op te lichten, en vervolgde zijn gesprek met de erfgenaam van Hehol. Tom Rijkes wilde met een sigaar in zijn mond haar zitkamer in het hotel binnenkomen, maar zij deed de deur voor zijn neus dicht en zou de sleutel omgedraaid hebben als zijn vingers
niet aan den binnenkant waren geweest. Zij begon zich inderdaad zeer eenzaam te gevoelen. Als hij er geweest was, zeide zij, hadden die lafaards mij nooit durven beledigen. Zij dacht met grote droefheid en misschien met verlangen aan hem, aan zijn eerlijke, domme, onveranderlijke vriendelijkheid en trouw, zijn onuitputtelijke gehoorzaamheid, zijn opgewektheid, zijn moed en dapperheid. Waarschijnlijk schreide zij, want zij was buitengewoon levendig en had wat extra rouge opgelegd toen zij beneden aan tafel kwam. Zij blankette zich nu geregeld en haar kamenier haalde cognac voor haar, behalve die welke op de hotelrekening stond. Misschien waren de beledigingen der mannen echter niet zo ondraaglijk als de sympathie van zekere vrouwen, mevrouw Crackenbury en mevrouw Washington White, op de doorreis naar Zwitserland, logeerden een paar dagen te Boulogne. Het gezelschap was onder geleide van kolonel Hornby, de jonge Beaumoris en natuurlijk de oude Crackenbury en mevrouw White's dochtertje. Zij meden haar niet. Zij giechelden, kakelden, snapten, troosten, beklaagden haar en waren minzaam tegen haar, totdat zij haar bijna razend maakten door hen uit de hoogte behandeld te worden, dacht zij, toen zij haar geaffecteerd lachend verlieten, na haar gekust te hebben. En zij hoorde Beaumoris lach op de trap weer klinken en wist maar al te goed waaraan hun vrolijkheid toe te schrijven. Het was een week na dit bezoek dat Becky, die haar wekelijkse rekeningen betaald had, Becky, die tegen iedereen in huis alleraardigst was geweest, die tegen de waardin glimlachte, de kellners monsieur noemde en het kamermeisje met voorkomendheid en verontschuldigingen betaalde, welke haar gierigheid op het punt van geld meer dan vergoeden. Becky was nooit royaal met geld. Door de waard, wie men verteld had dat zij helemaal geen geschikte vrouw was voor zijn hotel, waar Engelse dames niet met haar aan tafel wilden zitten, haar kamers opgezegd werden. Zij was genoodzaakt haar toevlucht te nemen in appartementen, waar het zo stil en saai was dat zij zich geweldig verveelde. Toch verloor zij de moed niet, ondanks al deze afwijzingen, en trachtte zij zich een reputatie te verwerven en de kwaadsprekerijen te overwinnen. Zij ging heel geregeld naar de kerk en zong er luider dan al de anderen. Zij interesseerde zich voor de weduwen van vissers die op zee omgekomen waren, en zij gaf handwerken en tekeningen voor Quashieboo zending. Zij steunde het bal geldelijk en zij wilde niet walsen. In één woord, zij deed alles wat fatsoenlijk was, en dat is de reden waarom wij met meer liefde bij dit gedeelte van haar levensloop stilstaan dan bij haar verdere geschiedenis, welke niet aangenaam is. Zij zag dat de mensen haar vermeden, en toch glimlachte zij nog onvermoeid tegen hen. Men kon nooit vermoeden, naar haar gelaat te oordelen, welke vernederingen zij innerlijk te verduren had. Haar geschiedenis was bij slot van rekening een mysterie. Meningen
hieromtrent waren verdeeld. Sommige mensen die zich de moeite gaven zich met het geval te bemoeien, zeiden dat zij een misdadigster was, terwijl anderen verklaarden dat zij zo onschuldig was als een pasgeboren lam, en dat haar afschuwelijke echtgenoot schuld had. Zij nam velen voor zich in, door in tranen uit te barsten over haar jongen en een krankzinnige smart aan de dag te leggen, als zijn naam genoemd werd, of wanneer zij iemand zag die op hem geleek. Zij stal mevrouw Alderney's goede hart op deze wijze, die de koningin van het Britse Boulogne was en de meeste bals en diners gaf van al de bewoners daar, door te schreien toen jongeheer Alderney van Dr. Swishtail's school kwam om de vakantie bij zijn moeder door te brengen. Hij en Rawdon waren van dezelfde leeftijd en zij leken zo sprekend op elkaar, zeide Becky met een van tranen verstikte stem, terwijl er 5 jaar verschil in leeftijd tussen de beide jongens was en zij net zo min op elkaar geleken als mijn geëerde lezer en zijn onderdanige dienaar, totdat Wenham, die naar het buitenland ging en op weg naar Kissingen was om zich daar bij Lord Steyne te voegen, mevrouw Alderney hieromtrent inlichtte en haar mededeelde dat hij veel beter in staat was de kleine Rawdon te beschrijven dan zijn mama, die zoals algemeen bekend was de jongen haatte en hem nooit zag, dat hij 13 was, terwijl de kleine Alderney slechts 9 jaar oud was, blond en de andere lieveling donker. In één woord, hij droeg zorg dat de dame in kwestie haar goedhartigheid betreurde. Iedere keer als Becky met ongelooflijke moeite een kringetje om zich had gevormd, kwam er iemand en vernietigde het wreed, en zij was genoodzaakt weer van voren af aan te beginnen. Het was heel hard, droevig en ontmoedigend. Daar was mevrouw Newbright, die zich een poosje over haar ontfermde, aangetrokken door haar lieve manier van zingen in de kerk en door haar juist inzicht in vrome onderwerpen, waaromtrent zij vroeger op Queen's Crawley veel wijsheid had opgedaan. Welnu, zij nam niet alleen traktaatjes aan, maar zij las ze ook. Zij maakte flanellen onderrokjes voor de quasi-boos, katoenen slaapmutsen voor de kokosnoot-indianen, schilderde handschermpjes voor de bekering van de paus en de joden, ging 's woensdags ter kerk bij de heer Rawls en donderdags bij de heer Huggleton en woonde zondags 2 kerkdiensten bij, behalve 's avonds die van de heer Bowler, de Darbyite, en dat alles tevergeefs. Mevrouw Newbright moest met gravin Southdown corresponderen over het beddenpanfonds voor de bewoners van de Fiji-eilanden. Beide dames waren lid van het vrouwelijk bestuur van dit bewonderenswaardige, liefdadige doel, en toen zij haar lieve vriendin, mevrouw Rawdon Crawley, genoemd had, schreef de douairière zulk een brief terug betreffende Becky, met dusdanige bijzonderheden, zinspelingen, feiten, leugens, bedreigingen in het algemeen, dat er onmiddellijk een einde gemaakt werd aan de vertrouwelijke omgang tussen mevrouw Newbright en mevrouw Rawdon Crawley, en het gehele vrome,
tours waar dit noodlottige ongeval plaats had, wilde niets meer met de zondares te maken hebben. Zij die de Engelse kolonies in het buitenland kennen, weten dat wij met ons medenemen onze trots, onze pillen, vooroordelen, Harvey sauce, cayennepeper en andere huisgoden, welke een klein Bretagne stichten, waar wij ons ook maar vestigen. Onrustig vluchtte Becky van de ene kolonie naar de andere, van Boulogne naar Dieppe, van Dieppe naar Caen, van Caen naar Tours, haar uiterste best doende achtenswaardig te wezen. En helaas, altijd werd zij op de een of andere dag ontdekt en uit haar kooi gepikt door de echte kauwen. Mevrouw Hook Eagles nam haar op een dezer plaatsen onder haar bescherming. Een vrouw zonder een smet op haar reputatie en een huis in Portman Square. Zij logeerde in een hotel te Dieppe, waarheen Becky vloot, en zij maakten voor het eerst kennis met elkaar aan zee, waar zij beiden zwommen, en daarna aan de table d'hôte van het hotel. Mevrouw Eagles was wat van het Steyn-schandaaltje ter oren gekomen. Wie had er niet van gehoord? Maar na een gesprek met Becky verklaarde zij dat mevrouw Crawley een engel was, haar echtgenoot een barbaar, Lord Steyn een gewetenloze schurk, zoals iedereen wel wist, en het hele geval een schandelijke en lage samenzwering van die schurk van een Wenham. Als je een man was met een greintje pit, meneer Eagles, zou je die schelm om de oren slaan. De eerste maal dat je hem op de club zag, zeide zij tegen haar echtgenoot. Maar Eagles was slechts een bedaarde oude heer, de echtgenoot van mevrouw Eagles, met een voorliefde voor geologie en niet lang genoeg om bij iemands oren te komen. De Eagles protegeerden mevrouw Rawdon dus. Mevrouw nam haar mee naar haar eigen huis te Parijs, kibbelde met de vrouw van de gezant, omdat zij haar protégé niet wilde ontvangen, en stelde alles in het werk wat in de macht van een vrouw ligt om Becky op het pad der deugd te doen blijven en haar reputatie hoog te houden. In het eerst gedroeg Becky zich heel achtenswaardig en kalm, maar het leven van eentonigheid en deugd werd haar al heel spoedig verschrikkelijk vervelend. Iedere dag dezelfde sleur, dezelfde suffe en comfortabele gang van zaken, dezelfde rijtour in hetzelfde vervelende Bois de Boulogne, hetzelfde gezelschap s'avonds, dezelfde preek van Blair zondagsavonds, dezelfde opera welke steeds weer opnieuw opgevoerd werd. Becky verging van verveling toen gelukkig voor haar de jonge meneer Eagles thuis kwam uit Cambridge, en zijn moeder, ziende welk een indruk haar vriendinnetje op hem maakte, gaf Becky ogenblikkelijk te kennen dat zij heen moest gaan. Daarna trachtte zij met een vriendin samen te wonen. Toen kreeg de dubbele menage twist en begon schulden te maken. Daarop besloot zij een pensionleven te leiden en woonde zij enige tijd in dat bekende huis van madame de Saint-Amour in de Rue Royale te Parijs, waar zij al haar charmes en bekoorlijkheden aanwendde om de kale saletjonkers en verdorven schoonheden welke de salons
van haar pensionhoudster bezochten voor zich in te palmen. Becky hield dolveel van de beau monde en kon er inderdaad evenmin buiten als een opiumschuiver buiten opium. En zij was vrij gelukkig in dit tijdperk van haar pensionleven. De vrouwen hier zijn even vermakelijk als die in Mayfair, zeide zij tegen de oude Londense vriend die haar ontmoette. Alleen zijn haar japonnen niet zo fris. De heren dragen gewassen handschoenen en zijn voorwaar doortrapte schurken, maar zij zijn niet slechter dan Jack of Tom, die en die. De vrouw des huizes is wat vulgair, maar ik geloof niet zo erg als Lady, en hier noemde zij de naam van de eerste toonaangeefster, en ik zou liever sterven dan die openbaren. Als men dan ook Madame de Saint-Amour's salons 's avonds verlicht zag, de heren met plaques en cordons aan de écarté-tafeltjes en de vrouwen wat op een afstand, dan kon men zich voor een wijle zeer goed voorstellen dat men in voornaam gezelschap verkeerde en dat madame een echte gravin was. Verscheidenen deden dat ook, en Becky was een tijd lang een der aanzienlijkste dames van de salons der gravin. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 64.